Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Live Life Horses. Vandaag gaan we vloggen en we gaan met Bella en Anna. En Robin is er ook met, die gaat dan met Tommy. En dan gaan we zwemmen met de paarden. Want we hebben een superleuke plek gevonden in het dorp. En daar kunnen we dat wel even proberen of dat wil. En dan gaan we vloggen en vanmiddag gaan we ook nog mennen. Dus jullie kunnen meekijken. En dan gaan we als eerste even poetsen. En dan gaan we daarna opzadelen met zadeltassen nemen we dan mee. Zodat we eten in kunnen doen, want we hebben nog niet middag gegeten. We hadden vanochtend trouwens les en het is nu ongeveer bijna 12:30. Nou, ik ga op Tommy en we gaan nu eerst opzadelen en klaarmaken. Nou, we zijn nu al middels opgezadeld. Robine moet nog even het hoofdstel omdoen. En dan gaan we op weg, op buitenrit. En dan gaan we daar zwemmen. Er zitten wel wat beestjes in het water, dus we spoelen ze goed weer af. En daar gaan we nu heen. Daar gaan we. En dan gaan we nu naar Doreens huis. Want we gaan daar nog even bolletjes smeren. Nou, dat heeft haar moeder gedaan. En dan gaan we daar eten. En hier staan we even stil. Ze kunnen hier lekker appels eten. En ik haal ballen even vast. En dan haalt Doreen broodjes op. En die gaan we dan straks opeten. Lekker! We hebben trouwens ook zadeltas mee. Die hebben we vastgemaakt. Zodat we onder de buitenrit nog even kunnen iets anders eten bijvoorbeeld. En we hebben ook halsjes ingedaan bij het zwemmen. En we gaan nu naar het water toe. Ja. Nou, we zijn er en dat is de rivier. Op dat bankje kunnen we de zadels ophangen of hier ergens. En dan gaan we nu de zadels weer afdoen. We hebben even de hals gedaan. En nu kunnen we wachten dat we erin kunnen. We gaan dus zonder zadel gaan we zwemmen. Lang in het water er wel. Oh nee! Nu probeert Lotte het met Anna. Anna doet het ook voor het eerst, dus die vindt het nog redelijk eng. En Lotte zo te zien ook. Kom, kom maar meisje. Maar ik ben bang dat ze springt of zo op mij. Je kan je niet goed gaan. Kom maar. Kom. Doe maar. Of zal ik er eerst even proberen op? Dat wil ik. Nou, Lotte gaat even rijden proberen. Maar Anna vindt het erg eng. Kom. Goed zo, meisje. Kom. Anna vindt het nog een beetje eng. Doe maar, Anna. Vet leuk! Dit is wel dieper dan ik dacht. Kom maar! Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ging Sonja er ook in? Nee. Gewoon de onze beurt erop dan. Ja! Thank you.
Nou, we hebben net de ponies even afgespoeld, omdat er een beetje vieze water was. Maar Lorraine maakt er zelf nog even schoon. Maar ja, nu gaan we nog even eten. En Lorraine heeft de tas bij zich. En dan ja, gaan we op de schoolbank zitten. De moeder van Lorraine heeft bolletjes gemaakt met een pakketje met drinken. En hun hebben dat ook. En dat gaan we nu lekker opeten. We hebben de ponies opgezadeld en ja, Bella zit nog even grazen. Maar we gaan er niet op, want ja, de zadels zitten erop. Maar die mogen eigenlijk niet nat worden. En we zijn zelf wel nat. Dus daarom doen we het even niet. En nu gaan we dan nog even gedag zeggen tegen de mensen dat we hier mochten heen gaan. En dan gaan we weer richting huis. Nou, Anna wordt lekker afgespoeld, want we hebben ze wel afgespoeld bij die mensen. Alleen, ja, we gaan het nu nog even goed doen en de benen gaan we met doggy shampoo eventjes wassen nog. Voor de rest het lichaam niet, want dat kunnen we zo wel goed spoelen en dat is ook niet goed. En dan moet Tommy nog eventjes gewassen worden en dan kunnen ze ook weer lekker erbij in. Ja. En nu breng ik hem nog even in de bak dat hij lekker kan worden. Nee, waarschijnlijk gaat hij nu ook nog de andere kant. Nu is Tommy aan de beurt. Hij zat net echt vet schattig te briezen. Voor mij doet dat heel... Hoe noem je dat? Ja, ik snap dat je bedoelt een beetje hakkerig. Ja. Dat je inzoomt. Ja. Oh, heb je door? Ja! Oh.